Vandaag zetten we dus mijn setup weer in de spotlight. Yay! Oké, dit is te droog. Zoals je ziet, beste mensen, is mijn setup gewijzigd. Dus, beste mensen, we gaan eens kijken wat er allemaal nieuw is in mijn setup. En hopelijk vinden jullie dit al tof ook. Dus doe dat blauw duimpje omhoog en abonneer op mijn YouTube kanaal, als je dat nog niet hebt gedaan. Dus ja, let's go! Hoe maak je een video's voor dummies? Zoals je het hier ziet, beste mensen, is mijn setup een beetje veranderd. Natuurlijk, vroeger stond hier een microfoon, maar die hangt natuurlijk daar. Dus dat is eigenlijk gewoon fantastisch. Dus wat is er nieuw gekomen in mijn setup? Wel, deze omgekeerd blue microfoonarm. Natuurlijk, ik ben er echt content van, want natuurlijk mijn blue snowball past hier perfect op. Dus ja, ik kan gewoon video's maken eigenlijk, met deze coole arm. Dus dat is gewoon fantastisch. Dus ja. Het heeft wel €109 gekost. Wat natuurlijk ook wel een duur exemplaartje is. Dus eigenlijk ben ik daardoor een beetje geld verloren. Wat ook nog gewijzigd is mijn controller. Natuurlijk, de controller was vroeger een Xbox controller. Maar nu heb ik gewoon een PC controller met mijn draad. Gepakt. Natuurlijk ziet er een beetje net als een PlayStation controller. Maar natuurlijk is dat natuurlijk de bedoeling dat je, ja, dat die gewoon gediend wordt voor mijn PC. Dus lekker hoor. Dan ook nog een kleine wijziging, want natuurlijk mijn Xbox zit hier niet meer. Natuurlijk, mijn Xbox zat hier vroeger eigenlijk. Wat je er hier goed ziet eigenlijk. Maar natuurlijk, die ligt nu beneden. Dus eigenlijk, mijn broer en ik hebben besloten om samen, ja, de Xbox samen te delen. En ook de PlayStation en zo verder en zo verder. Natuurlijk vroeg ik ook al lang achter een gaming toetsenbord en muis. Natuurlijk, de vorige gaande was kapot. Maar ik heb natuurlijk, natuurlijk actionmerk gepakt, Battletron. Wat natuurlijk ook een handig merk is. Eigenlijk, ik moet zeggen, de controls zijn niet slecht voor een action, toetsenbord en muis. Dus eigenlijk vind ik dat gewoon fantastisch. Deze nieuwe gadget ervan, dus eigenlijk ben ik er gewoon vrij content van. Natuurlijk, voor de rest zijn er natuurlijk ook nog wel gadgets die er wel gebleven zijn. Dus we gaan eens kijken wat gadgets er allemaal gebleven zijn bij deze update. Bij deze update is deze headset stand en de headset nog altijd hetzelfde. Mijn laptop van Acer Nitro is ook nog altijd hetzelfde. Ja, gij domme oen, jij weet dat toch. Jij weet dat toch. Mijn twee monitors en mijn webcam is ook nog altijd hetzelfde, dus eigenlijk ben ik daar ook super tevreden van. Dus daar is niet van gewijzigd. En natuurlijk mijn cable management is ook nog altijd hetzelfde. Als je het ziet, zijn er vier dingen gewijzigd, zoals bijvoorbeeld een nieuwe gaming toetsenbord en muis, een nieuwe controller en natuurlijk deze blue snowball mic stand. Dus eigenlijk vind ik dat gewoon fantastisch eigenlijk. Natuurlijk, wat vraag ik jullie om dat blauw duimpje omhoog te doen. Abonneer op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En ja, beste mensen. Dit was eigenlijk een vlotte video. Dus eigenlijk, tot de volgende keer. Ja, doei!